Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie kijken naar mijn vlog. Ik ga zo meteen naar het centrum, want ik wil graag naar de Action om van alles te gaan halen of naar andere winkels. En ik moet eigenlijk ook naar de Albert Heijn gaan om snoep te halen voor mijn kazoekamp. Dus dat ga ik vandaag allemaal doen, of anders nog morgen. Ik moet eens eventjes kijken. Maar ik neem jullie mee, dus veel kijkplezier. Dus mijn shoppingtas. Maar die zit nog vol met spulletjes, dus die moet ik er eens even uithalen. Want anders kan ik er niet mee gaan shoppen. En zoals jullie zien is mijn kamer eigenlijk opgeruimd. Normaal hebben jullie mijn kamertour gezien, zo niet. Hier rechtsboven komt dan ietsje te staan. En ga dat dan ook zeker bekijken, want ja, iemand vroeg erom. En dat was wel leuk om te maken. Mijn tas is helemaal leeg, of ja, alleen mijn portemonnee zit er nog in. Ik zie net dat ik mijn sieradenkast heb open laten staan. Die doen we even dicht en ik heb ook een vestje aangedaan, want buiten is echt koud, denk ik. Of ja, ik weet het niet. Binnen is het echt heel warm, maar buiten weet ik niet. Dus ik ga nu even kijken of ik naar de shopping ga. Oké, ik heb goed nieuws. Ik mag naar de shopping gaan. En ik heb ook mijn douche-gangkaart mee. En ik hoop dat ze die ook aannemen in sommige winkels. Want dat zou wel handig zijn, want er staat 15 euro op. En ik ga natuurlijk met de fiets. Dus ja. Jee, ik ben er. En geniet nu maar van de leuke beelden. Oké, ik ben weer thuis en ik heb leuke spulletjes gekocht in deze tas uit de Action. Dus die ga ik zo meteen aan jullie laten zien. En ja, maar normaal zou ik ook naar de Albert Heijn gaan. Maar ik had geen kleingeld mee, waardoor ik geen munch in een kar kan steken. En dan is dat wel best wel onhandig. Maar nu een mini-unboxing. Oké, maar voordat de mini-unboxing komt, ga ik eerst even wat drinken. Want ik heb echt heel veel dorst. En ik heb een vraagje voor jullie. Wat is jullie lievelingsdrinken? Laat het weten in de reacties. Mijn lievelingsdrinken is Sprite. Maar ik drink ook heel erg Cola Zero, Fanta, Aquarius, Capri Sun enzovoort. Eigenlijk los ik wel alles buiten iced tea. Dat vind ik echt niet lekker. Maar wat is jullie lievelingsdrankje? Oké, mensen. Het is tijd voor een mini shoplog. Hier zit alles in. En als eerste heb ik deze bak. Deze bak. En hier heb ik er al twee van. En ja, ik vind die bakken heel handig. Want er zitten zo'n mini bakjes in. Wacht, ik zal het er even uithalen. Er zitten zo'n mini bakjes in. En dan heb ik ze allemaal aparte bakjes. En waarschijnlijk wil ik hier mijn 4 mm kralen in gaan doen. En 3 mm kralen. Want nu zitten die in 8 vakken bakjes. En ik vind dat een beetje onhandig. Dus vandaar. Kijk. Zo. Dit kun je er bijvoorbeeld allemaal in doen. Daar gaan mijn bakjes. Kijk, dus zo zien die bakjes eruit. En dan kun je die open doen. En er zitten 12 bakjes in zo'n doos. Ja, in zo'n bak. Dus als eerste heb ik dit. Dan heb ik T-Pex. Ja, dat is altijd handig om in huis te hebben. Deze T-Pex. Dit vond ik heel leuk om te zien. Dat is, zijn ze van die zilveren. Ja, vlokken. En ik denk dat het heel handig is om in klei te doen, als jullie snappen wat ik bedoel. Zo, ja. En dan heb je zo'n beetje zilveren klei. Ik wilde het eigenlijk ook in het goud hebben, maar dat was er niet. Dat was alleen zilver. Oké, ik durf het er niet af te halen. Maar, dus deze zilveren flakes, of jouw vlokken. En dan als volgende, als laatste heb ik ook iets wat bij elkaar hoort. Ik zou dat liggen en ik dacht van, dat is cool. Dat is zo. Ja, hoe zeg ik dat? Dat is zo'n pen om, ja, goud dingen, om zo dit op, ja, op bijvoorbeeld om dingen op kaarten te zetten. Zo van de, van dat folie. Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik weet niet of jullie begrijpen wat ik bedoel. Ja. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar zo, dat is zo'n pen. En dan kun je zo op dat goudfolie iets tekenen. En dan komt het op je kaart staan. Of op een boekje of zo.
Dus dan heb ik dit. En ik ga dat zeker uittesten in een YouTube-video. Want ik ben heel nieuwsgierig of dit werkt. En dan heb ik er ook nog een extra rol voor in het zilver. Dus heb ik goud en zilver. En dan was dit de unboxing. Of ja, shoplog. Ik heb echt niet veel gekocht. Maar ik was eigenlijk oorspronkelijk op zoek naar iets anders. Maar daar hebben ze eigenlijk al weken niet meer in Action liggen. Dus dat is super vervelend. Dus ja. En waarschijnlijk ga ik morgen naar Albert Heijn. Ik heb het net al uitgelegd waarom ik niet geweest ben. En ik wil ze een hele dag vloggen. Dus misschien ga ik morgen heel mijn dag laten zien en heel mijn dag vloggen. Want ik ga morgen ook mijn koffer inpakken voor Kazoo. Of ja, toch wel redelijk inpakken. En wat ga ik nog doen? Misschien ga ik dit al uittesten morgen of vandaag. Ik weet het nog niet. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!